Goedemorgen, beste deelnemer van dit webinar. Eens even kijken of we bewegend beeld kunnen gaan creëren. Dat gaat op deze manier. Dan hebben we in ieder geval ook een bewegend beeld in het vizier. De AX op 650 punten. Dus dat is een hele mooie stijging die we vandaag meemaken. Even kijken, want ik ga eens even naar de participants toe. Of ik jou, Robert, kan detecteren. Of ik hem ergens zie, want hij zit niet in Nederland. Hij zit in het buitenland. Ik ben even kwijt in welk buitenland hij zit, maar daar gaan we vandaag vanzelf achterkomen waar hij precies zit. Ik dacht in Hanoi of in Manila of in ieder geval ver weg van hier. Het zal daar een stukje warmer zijn dan hier, alhoewel het hier ook wat beter weer gaat worden. Nou, de AX heeft natuurlijk in ieder geval een mooie stijging vandaag te pakken. Inloggen nu, zegt Jan Robert. Oké, nou dan komen we maar in, beste vriend. Even kijken of dat het geval is. Want dan moet hij naar de attendees komen, de participants. Even kijken of dat het geval is en of het gaat lukken. Nou, het gaat een beetje achter de schermen. Maar we zien in ieder geval hier ook een aantal mensen dan binnenkomen. Nou ja, de beurs, hè, eventjes naar year to day, is natuurlijk inderdaad een hele vervelende. Als we iets verder uitzoomen naar een jaar grafiek, hè, dan worden we ook per saldo niet veel vrolijker. En we stonden toen op... Even kijken, zei ik hier. Even goed neerzetten. Want het is natuurlijk, hè, 720, 25 punten. Dat is een hele forse achteruitgang. Even kijken, ik zie jou, Robert, binnenkomen. Die ga ik meteen promoten to panelist. En als hij binnengekomen is als panelist, dan kan ik hem daarna ook promoten naar to everybody of to everyone. In ieder geval een host voor iedereen. Even kijken of dat het geval gaat zijn. Dus dat moet goed gaan komen. Even kijken. Ik zie dat een aantal mensen ook binnenkomen. Ik zie dat Ruud er ook is. Gezellig dat je bent, Ruud. Van harte welkom. We zijn nog even in blije verwachting, blije afwachting dat Jan Robert binnengekomen is. Dat moet nu elk moment wel een beetje gaan gebeuren. Als het goed is. Hey, daar gaat toch iets niet goed. Want volgens mij ben ik hem kwijt. Zie ik op de achtergrond. Nou... He, wat ik zeg, dan ga ik maar eventjes op de AX inzoomen. He, we hebben natuurlijk een hele forse daling gehad. En die daling is wat mij betreft ook nog niet helemaal ten einde. Jammer genoeg voor de mensen die aandelen in portefeuille hebben. Maar he, er zijn ook allerlei mogelijkheden om met andere zaken geld te verdienen. Hé, hey, Robert moet even opnieuw weer inloggen, want dat gaat niet helemaal goed. Ik ga hem even live bellen. Kijken, hé, hey, nu zie ik volgens mij wel jouw Robert erbij komen. Nee, nog eventjes niet. Volgens mij heeft het te maken met het internet, wat niet helemaal goed gaat daar zo. Ik krijg hem ook niet te pakken. Hé, hey, dat zijn ook hele rare zaken. De techniek staat voor niets, zeggen ze wel eens, maar als het niet meewerkt, dan is de techniek ook niets. Daar hebben wij zelf ook wel eens een keer met traders vergelijken mee te maken. Trouwens, ook nog steeds zijn we nog in een klein gevechtje met Maxim om het op alle manieren goed te doen. En te kijken of het allemaal lukt op onze manier van handelen. Hè, dat we met één druk op de knop dat de posities ingenomen worden. Lukt even niet. Maar gelukkig is zo dat er nu einde aan het licht van de tunnel gekomen is. En dat we via een kleine omweg... Er toch voor zorgen dat een en ander lukt. Dus dat is fijn. Even kijken. Ik zie dat iedereen van alles nog maar binnenkomt. Behalve jou, Robert. Dus dat is ook... jammer. Eventjes. Even kijken. Ik ga eens even in de chat vragen. Even kijken. Ik zie dat Aaron is. Goedemiddag, Minko. Hoi, Aaron. En Ruud is inderdaad ook. Ook goedendag allemaal. Ik zie dat ook dames aanwezig zijn. Ik zie dat... Karen er binnen is. Ik zie dat Corina er is. En ik zie dat Jan Robert nu in de house is. Sorry, eindelijk erin, zegt hij. Nou, geen probleem, Jan Robert, want ik heb de tijd een paar minuutjes volgepraat. Ik kan jou gaan promoten naar panelist. En als dat het geval is, even kijken, lukt dat goed? Promote to panelist, zeg ik, ja. Dan moet jij uiteindelijk ook hier naar binnen gaan komen. Maar waarom lukt dat niet? Allow to talk, dan maar eens even. Hé, hey, gaat het nu goed? Nee, ook niet. Ja, jawel, nu wel. En dan ga ik jou meteen ook promoten naar host, beste Jan Robert. En dan moet het goed komen.
Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, Robert, met een kleine hapering. Maar uiteindelijk komen we er altijd, dat zie je wel. Ik heb succes met je trade, Menko. Dat ga ik nu meteen doen, want ik ga om 12 uur een transactie doen. Nou, ja, het is niet goed. 12 uur. Jij veel succes en geniet ervan, alle beste deelnemers. En wij spreken elkaar de volgende keer meer. En nou, ja, Robert, succes. Dank, tot de dankjewel, keer, dankjewel voor de hostingdag. Graag gedaan. Ciao, ciao. Hoi. Even kijken, op een of andere manier zijn anderen ook volgens mij nee, apart. Ik zie ook voor het eerst andere panelisten ook nog. Dat is wel apart. Ja, panelist 2, oké, attendees. Nou, we zijn met een kleine groep en ik denk dat er ook een aantal zijn die al mijn systeem kennen en hebben natuurlijk. Dus wie van jullie doet al met daytrading wat? Nou, Ruud natuurlijk, die heeft Corina nog niet, denk ik. En dan heb ik nog andere, dat is Aaron, Paul en White Arrow. Nou, spannende naam, White Arrow. En dus wie van jullie heeft nog niet echt de daytrading in de vingers? En wat is de reden waarom niet eigenlijk White Arrow? Of anderen ook? Waarom zou jij niet daytraden? Of waarom ben je nog niet aan het daytraden, laat ik zo zeggen. Dat is even een andere vraag natuurlijk. Dan ga ik ondertussen even mijn scherm opzetten. Ik ben toch benieuwd wat de antwoorden zijn, want sommigen die zijn al aan het daytraden natuurlijk. En ben toch benieuwd waarom niet. Het kan te moeilijk zijn of mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat is natuurlijk ook een dingetje. Sommigen weten bij God niet waar ze moeten beginnen. Maar je hoeft het allemaal niet zo heel moeilijk te maken. En ik denk wel dat daytrading echt een mooie aanvulling is op activiteiten zoals long only. Hè? Je hebt ook aandelen gezien naar beneden, crypto naar beneden. Dan is het lekker om een complementaire strategie te hebben, waarbij je ook geld naar beneden kunt verdienen. Dus dat is dat systeem met Monitor Trading Support System. We hebben één keer per maand hebben wij een Q&A sessie, vanavond ook weer. En dus dat is vanavond ook om 7 uur. We hebben ook inmiddels internationale deelnemers. Engelsen, dan gaan we ook Engels of Duitse doen eventueel. Maar goed, daar heb je natuurlijk op zich niks aan nu. Even kijken wat er voor antwoorden zijn gegeven. En ik wilde een beetje een interactieve sessie van maken. Dus misschien is het zo dat er een monoloog is natuurlijk. En misschien wel vermoeiend. Sommigen hebben dan niet. Even kijken hoor. Chat. 5. Ik wilde maar geen onderdeel van Bleg.com. Bleg.com, dat is Trade Navigator. En wij hebben partnerships met Bleg.com. Dus als jij wilt daytraden, dat is natuurlijk een add-on. Zo simpel is dat. Dat is gewoon een apart systeem. En waarbij je dus uit het oogpunt van risicospreiding, dat je daar dus ook je trades op kunt doen. En dus de basis is Trade Navigator. Nou, Corine zei binnen paper trading, maar durf deze man niet aan met geld te traden. Corine, bedoel jij paper trading aan de hand van een daytrading of met aandelen? Ja. Oh, daytrading via Kevin Timmer, oké. Okay. Ja, kijk, het punt is dat er zijn heel veel manieren en systemen. Het punt is, net als de Trade Navigator, heb jij een tool in handen waarbij je dus zelf beslissingen kunt doen. En dat is ook de insteek. Ik ben ook zelf trader als trader begonnen. En je moet je eigen stijl hanteren. En je moet niet afhankelijk zijn van iemand die dan een setup geeft. Of het zou wel een keer omhoog kunnen gaan, beneden kunnen gaan. En dus wat ik eigenlijk wil doen is, ik wil graag gelijk even doorschakelen naar de FX Flat Monitor Trading Support System. Ik weet niet, of jij ook überhaupt in de gelegenheid bent om naar de IX Beleggersdag te gaan. Want daar geven Alois, Matthijs en ik ook een presentatie. En ook ergens in juli
excuus, ook ergens in juli pakken wij ook een sessie in Best. Nou, ik zie dus het du moment. Ik zal even het scherm voor jullie delen. Nou, als je nou gaat kijken, je kunt met ons daytrading systeem. Met ons daytrading systeem kun je gelijk aan de slag. Je hoeft niet urenlang te wachten. Ik zal gelijk dingen voor tijd laten zien. Klopt het dat jullie ook mijn scherm zien? Ik denk het wel, hè? Maar dan moet ik eigenlijk een ander scherm laten zien. Dat is namelijk de Stratos server. Dat is Stratos server. Want dan kan ik namelijk die Stratos server in de weer switchen. Kijk, je hebt er namelijk een systeem nodig wat heldere signalen geeft. Trade Navigator, ook heldere signalen voor aandelen. Nou, wat je dus hier hebt, namelijk, is onderin zie je de MACD rood. Nou, je hebt al heel veel verkoopsignalen gehad. Dus eigenlijk zijn we nu een beetje achter de wagen aan het lopen. Maar goed, ik ga deze toch erin slingeren, deze trade. Waarom? Omdat ik jullie in de praktijk wil laten zien hoe dat werkt. Kijk, we handelen natuurlijk aan de rechterkant van de grafiek. Het was natuurlijk mooier geweest als we gelijk dat signaal hadden opgepakt. Een verkoopsignaal. En ik weet niet of de andere partijen het ook hebben, die dingen. Maar de ene hoeft dan niet uit te sluiten. Maar zoals je ziet, dit is de euro-dollar. De euro-dollar heb je hier. Nou, onderin is de MACD. En een rode pijl. Dus ik heb nu een trade ingezet van 0,03. Oftewel 3 dubbeltjes per pip. Dus doe het even klein. En dat is een 1 minuut grafiek op de euro-dollar. En wat Aloys ook heeft gemaakt is, als je even terug gaat switchen naar de euro-dollar hier, heeft hij namelijk het Monitor Trading Support System gemaakt. En dat is namelijk hier euro-dollar. Deze. Dit is trouwens een live account. Dus ik zit met mijn bal op het blok. Als ik haper met mijn stem, dan kan dat omdat ik wat vrij verkouden ben geworden door een fan of door een airco. Dus excuses voor het ongemak in ieder geval. Nou, wat belangrijk is om altijd een overzicht te hebben. Dat is namelijk het volgende. Euro-dollar, EUR-USD. Dan ga ik deze op 5 minuten zetten. Template eroverheen leggen. Oké. Deze. En we hebben een 15 minuten grafiek. Die zetten we er ook in. Een soort 3 timeframe principe. Euro. EUR-USD. En dan gaan we deze op 5-10 minuten zetten voor het overzicht. Nou, Forex template. Nou, je ziet dus dat momenteel, vanochtend, eigenlijk is het gisteren geweest, om 11 uur, zie je dus die pivot points, die beginnen links. Die worden van tevoren ingetekend. Het zijn horizontale lijnen. Die trekken gewoon door natuurlijk naar rechts. Al naar gelang de tijd verstrijdt. Nou, hier heb je aan de kant PP, pivot point. Dan heb je ook R1, was de yesterday high. Hij is door de yesterday high gebroken. Gelijk door naar de R2, resistance 2. En aan de onderkant heb je S1, S2 en S3. Support 1, 2, 3. Ja, hartstikke mooi. Wat kun je ermee? Nou, dit is een beetje voor een helicopter view. R2, dat was een duidelijke weerstand. Nou, nu zitten we rond dit niveau. 1 of 5, 5 zitten nu te handelen. En op de 5 minuten grafiek is het mooier als die PMA, de oranje proprietary moving average, de moving average lijn, dezelfde kleur heeft als de 1 minuut grafiek. Want dan heb je die twee timeframes aligned. En nu heb je dus hier, in dit gebied, hebben we dus een draai in de markt gekregen vanaf deze top. Nou, je hebt toch gezien, ons systeem die geeft vrij vroeg bij de top geeft hij een verkoop. Nou, dan had je dus 15 pips kunnen pakken. Nou, als je dus $10 per pip handelt, dan is dat $150. Nou, ik normaal gesproken handel ik 0,1 contract, oftewel $1 per pip, dan was het $15 geweest. Maar goed, nogmaals, wij zijn natuurlijk aan de rechterkant begonnen, hier.
zijn hier begonnen. En dan moet je een beslissing nemen. En je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Dus ik heb hem gewoon gedaan omdat ik... ik wil laten zien hoe dat werkt, het systeem. En ook dat je dus ook geen twijfel hebt wat dat betreft. Nou, ik heb met één heb ik klein plus en ander klein minnetje. Het per saldo 42 cent in min. Maar dat gaat eigenlijk ook niet om. Het gaat meer om die trade aan zich. Dat je hebt kunnen zien dat we al een eerder een signaal hadden. Omdat we later zijn begonnen, hebben wij hier namelijk deze niet kunnen pakken. Alvast van de voren. Even kijken. Eurodollar, 1 minuut grafiek, mooie daling. Klopt Corina. Dus. Nou, dan zie je dus dat momenteel heb je dus een puntje. Dat betekent dat het momentum aan het afnemen is. Een neerwaarts momentum. Dan is toch de vraag, gaan we dus door naar boven of niet? Als de PMA-lijn oranje wordt, van oranje naar blauw gaat, dan ben ik geneigd om te zeggen, ik ga deze trade hakken, dan wordt het niets meer. Nou, dan heb je dus, kijk hoor, aantal pips, dat is, kijk hoor, 5596. Je moet eigenlijk de vierde cijfer pakken, dat is een pip. Vier cijfer achter de komma. 5596. 5498. Dus in één pip hebben we nu winst met de ene. In de andere hebben wij, even kijken hoor. 2 pips verlies ongeveer. 1,6 pips verlies. Nou. Je moet ook tegen fluctuaties kunnen natuurlijk. Dus ook niet te veel in paniek raken voor niks. En ik wil jullie ook graag uitdagen straks voor andere markten te handelen. Aan te geven welke markt je wilt zien. Ik zal 9 doorbraak koop om plus minus 11 van heel lang koop. Even kijken, Corina. Ja, en waar baseer je het op trouwens om 9 uur doorbraak koop? Waar baseer je dat op? Aan de hand van de grafiek wat ik hier liet zien, of niet? Dat is 9 uur. Ja, dat is hier. Kijk, dan zie je ook dat we vlak bij de bodem long hebben gezeten. Dus had je deze pips gepakt op Theo? 55 pips maal 10 is $550. Nou, dan ben je helemaal klaar voor de ochtend. Normaal gesproken handel je niet zo groot. Dus al zou er 0,1 zijn. Dan heb je dus $55. Dat is toch een hele mooie rit. Ik had ook een gesprek met iemand die zei, ik wil graag zoveel euro per dag verdienen. Nou, dan zou ik zeggen, focus op 3 markten. Bijvoorbeeld een euro-dollar, een Nasdaq en een DAX. En dat je dan je momenten gaat pakken. Als je dan zeg maar 30 euro, zeg maar 9 euro. Afgerond dan €100. Stel dat je 30, 40 doet, is €100 per dag. Nou, dan heb je €2000 per maand. Kun je dan bijverdienen, zeg maar. Het is geen garantie natuurlijk, want het is wel hard werken. En ik weet niet of iemand ook wel eens een robot heeft gehad of zo. Ik heb ook een robot gehad, dus dat ging helemaal naar de kloten. Dus daar geloof ik niet in. Nou, je ziet dus dat de markt nu een beetje aan het consolideren is. En ik zou ook eigenlijk de cut-off willen plaatsen. Ja. Even kijken, ik hoorde een geluid. Voor mij hoorde ik Menko daar, of niet? Ja. Kijk, wat je moet doen volgens mij. Je hebt nu horizontale niveaus. Hè? Dit is mijn cut-off point. Dus of naar boven. Dan moet je echt door die bovenste gele lijn breken. Maar het mooiste is natuurlijk als we naar beneden gaan. Want we zitten short. Hè? We hebben 2 posities short namelijk. Moet ik eerlijk zeggen dat ik niet helemaal gelukkig ben met een middagtrade met een lunch. Omdat de middaglunch, het is altijd een doldrums zijn dat, noemen we dat. Het is gewoon een vervelende markt. Nou, je ziet ook dat hier weinig reuring is. Nou, je ziet dus $1 verlies. Ik denk dat het handig is om toch eieren voor geld te kiezen. En even kijken of er nog andere mogelijkheden zijn.
om te handelen. Ja, ik pak even een overzicht. Ik pak even een overzicht. Overview heet dat. Market overview. Nou, Euro-Japanse yen. Euro-Japanse yen. Kijken welke we nog meer hebben. USD CAD. Euro pond. Pond dollar. Nou, pond dollar naar beneden. Oftewel dollar sterker. Nou, ik zie ook een succesverhaal trouwens. Iemand in de groep die zegt Monitorwork Trading Support. In de groep. Vandaar voor het eerst voor Rion 8 DAX-punten. Toch geld verloren omdat de eerste 2-30 punten was. En daarna ontdekte dat ik last size 0,1 had. Niet 1. Oké, zoals ik aangepast op de Dow Jones. Kleine fouten worden bij schordig. Maar toch een winst. Dus uiteindelijk met 1. Nou, prima. Lot size goed bekijken. Nou, je ziet dus ook bij mijn trade nu, hè, nu staan we weer in de plus. Euro, dollar, waar staat deze? Dus even kijken, euro, dollar. Nou, zie je dus echt een flatliner, hè? Nou, dat is vervelend. Maar je ziet dus dat nu de markt... die bodem aan het testen is. Hè? En heel vaak wordt gezegd, ja, bij een bodem, hè, bij een support moet je kopen. Nou, voor mij is dat niet het geval. Want supports zijn altijd om doorbroken te worden. En dat hoor je altijd vooraf. Zeg, ja, als je ook van die padjakken, snelle marketing guys zeggen, ja, het is heel makkelijk. Hoog verkopen en een laag kopen. Nou, en dan ben je hier, dan ga je dus door zo'n support heen. Nou, wat ik nu doe, ik ga de ene trade ga ik gelijk doorzetten naar break-even. Dus daar kan ik niet meer op verliezen. En die andere, een klein plusje. Nou, ik ga die andere ga ik ook even op break-even zetten. Nou, het ene ben ik nu eruit. Dus die andere, dus met andere woorden, hebben we nu een winst van 0,57. En die andere wil ik graag spelen eigenlijk. Nou ja, spelen. Hey, ik zie dat mijn knopje weg is. Apart. Nou, die moet ik even inzetten. TDB moet ik even inzetten. Die slinger ik erin. Lot size 0. 0,5. Dit is ook mooi. Aan de hand van de lot size die ik hier doe. Dan kan ik namelijk... hieronder bijvoorbeeld aangeven hoe groot dat ik mag handelen op mijn account. Dus als ik nu dus bijvoorbeeld de sellstop inzet, dan zie je de 0,02. Aan de hand van mijn account mag ik 0,02 handelen. Ik heb nu 0,03. Nou, je ziet dus dat ik nu 0,9 pip in de plus sta, 1,3. En dan ga ik deze naar beneden zetten. Wacht even, niet te snel. Break even. Ietsjes naar beneden. Ah, ik ben eruit? Oké, goed. Nou, dit is even een masterclass, scratch en een winst. Nou, hartstikke mooi. Ik wil ook niet te veel tijd van jullie afnemen natuurlijk met de trades. Maar hier zie je dus dat wij, wat hebben we nou gehaald? 1,05596 naar 0,5576. We hebben dus 2 pips winst gehaald. En volgens mij... Als ik nu een andere grafiek erbij pak. Dat is namelijk het volgende. Presentaties. Trouwens, degene die interesse heeft om hier iets meer over te weten. Die mag mij natuurlijk ook contacteren via het formulier. Dus als je dat interessant vindt natuurlijk. Presentations. Dat is namelijk als je 3 pips verdient.
Drie pips. Even kijken hoor, dan is dat deze. Wie heeft trouwens ook slideshow? Current slide. Ik zal heel even mijn scherm delen. Dus wie van jullie heeft mijn, mijn boek ook gezien, ook in Engels, over crypto's, over trading? Er staat ook een stukje CFD trading in. Bij deze boek in het Nederlands heb ik meer dan 6000 boeken verkocht. Dus dat is mooi. Een tijdje geleden nog 7500 en nu 6000. En ik zie dat Theo zegt, DAX geeft een koopsignaal. Even kijken hoor. Theo Mulder zegt koopsignaal. Allemaal instappen, oké. Nou, Theo, ik weet niet of dat klopt. Theo Mulder. Nou, Theo is altijd gespitst natuurlijk. DAX. Andere zijwaarts, oké. Nou, voor mij heb je nog mijn, even kijken. De Mini. Ja, ja, klopt, klopt, klopt. Dus nou, ik ga even terug switchen dus naar mijn scherm. Dat is een hele goede, Theo. We hebben dus een koopsignaal op de DAX. Ik moet wel zeggen dat de handel, de mooiste handel is tussen 9 uur en 10:30. Maar in principe heb je dus een koopsignaal gehad. Bij dit niveautje hier. En dan zitten we bij de R2. Nou, de resistance om gebroken te worden. Ik ga eentje wagen. Ik ga nu erin. En als het goed is zien we mijn, grafiek ook weer. Hè? Dus als iemand interesse heeft voor meer informatie, feel free om te contacteren. En dan kun je ook even het formuliertje pakken. En dat is deze vorm is dat. Ik zie dat er ook nog nieuwelingen bij zijn gekomen net. We zitten richting de 20. Dus mijn vraag is, zijn er van de nieuwelingen ook, bezig met dating of juist nog niet? Dus mag je een neetje zeggen natuurlijk. Nou, dan zie je dus een koopsignaal. Dat is eigenlijk niet... even kijken hoor. Ik zit één keer erin, zie ik. Met één teen in het water. En ja, dat je dus een mooi ritje gehad bij het koopsignaal van Theo. Ja, daarom is het belangrijk dat je gelijk die trade pakt. En dat was 6 punten winst. Nou, nu heb je een minnetje. Maar goed, die laat ik wel even lopen. Even kijken hoor. Arno zegt, ik heb na de Christmas zelf weer opnieuw geïnstalleerd. Ik ben alvast begonnen met live account, direct met winst. Goed handelen, oké. Maar neem ik contact met je op en nog instructie nodig, absoluut. Vanavond is trouwens een Q&A-sessie, Arno. Hè? Dus ik hoop dat jij tijd hebt om te kijken. Om 7:00 en wordt ook opgenomen. Dus hartstikke mooi. Dankjewel voor de mededeling. Ja. Nou, je ziet dus hier dat ik heb nu een lot size 0,2. Dat betekent 0,2 maal 1, dus 20 cent per punt is dat. Nou, nu zie je dus dat de markt een beetje aan het afzwakken is. 5 minuten is een oranje pijl. En meestal zoals een oranje, of oranje pijl, maar ook oranje is de MACD, de PMA. Dan heb je minder kans verslagen. Het mooiste natuurlijk is dat, dat je een koopsignaal hebt, net als hier. Ook iets na 9:00, 9:40 bij doorbraak. Nou, had je 80 punten kunnen verdienen. En dat je in de ochtend ook gehad. En dat is hier. Even kijken hoor. In de ochtend was dat, hè? Hier, zie ik. Ja, in de ochtend, zie je? MSCD groen. Dus eigenlijk is dat zo, als MSCD groen is, focus alleen maar op de koopsignalen. En als de MSCD rood is, focus alleen op de verkoopsignalen. Nou, dan zie je dus dat momentum sterk opwaarts gericht is. En dat betekent dat nu een beetje groene onderin een beetje flauwtjes is, dat betekent eigenlijk dat het moment een beetje een afnemen is. Nou, nu zie je dus dat het
Ja, de markt heeft wat moeite met de R2, de resistance 2. En wat ook wel aardig weet je is, de markt die test altijd ronde getallen. Dit is 13.400. En die wordt ook gechallenged, zeg maar. En meestal heb je bij een doorbraak dat die dan doorgaat naar de volgende ronde getallen. Maar goed, dat moet allemaal blijken natuurlijk. Gewoon blijven zitten, 20 punt per punt is niks. Oh, ik hoop wel, White Arrow, dat dat boek weer aankomt. Ik hoop wel. Beter 1 uur per punt minimaal. Ja, klopt, maar ik kan niet breien en praten gelijk. Dus daarom doe ik deze liever voor 0,2. Nou, ik zet deze op stop. Dus deze kun je op stop doen. Want je ziet dat het nu aan het afbuigen is. Dus ik vind het prima zo. Stop. En dan zie je dus dat er nu ook een rode verkoop komt. En nou, dan ga ik deze alvast geven. Normaal gesproken is het zo dat de MACD ook nog naar beneden moet wijzen. Maar ik vind het op zich wel een opportune trade. Omdat je nu vers in de... Ja, in de... Hoe heet dat? In een omslagpunt zit. Resistance 2 ligt daarboven. En aan de andere kant heb je ook namelijk... Wel, als hij doorzakt, dan gaat die MACD vanzelf rood worden. Dus... Ik ben toch benieuwd. Ik heb trouwens ook een andere template gemaakt. Oh, ik zit nu dubbel erin, zie ik. Nou, ik weet niet of jullie dat zien ook, want ik zie een alarm ervoor. Dat is vervelend. Het alarmpje zit ervoor, maar ik weet niet hoe ik dat ding wegkrijg. Ja, oké. Nou, dan gaat hij dus... Oh, hier. Ook als Theo dat op pas omhoog, die vaak zei, de markt reageert vaak heftig. Klopt Theo. Nou, wat ik even wil meegeven is dat het volgende. Dat. Heb ik een nieuw share? Ga ik even die screen toe ga ik doen. Ja, deze. Kijk, het is ook mooi dat je namelijk... ik heb hier de QR-code voor de bonus sheet. Heb je interesse? Feel free om die bonus sheet in te vullen. Ik heb trouwens ook die LinkedIn geplaatst net. Hè? Nou, het gaat eigenlijk om dat het volgende. Dat is hier. Nou, stel dat je met 1000 euro account begint en je hebt een target van 0,5%. Nou, dan heb je met een positiegrootte van 20.000, oftewel 0,2%. Het lot size, oftewel $2 per pip, dan heb je met 6 pips per dag, $6 per dag heb je dan voldoende, en met de 3 pips per dag, dan groeien die 1000 euro's naar 1684 euro. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, dit is dan ook anderhalf uur trading, en even kijken hoor, anderhalf uur trading is dat. Ja, dat is anderhalf uur trading. Tot 9:30, 11:00. Dat doet Aloïse altijd de trades. Dus dat is heel belangrijk. En meestal is zo na 10:30, ongeveer 11:00, dan is het eigenlijk een, ja, geen lekkere markt. En, maar goed, dan ga ik liever ook in de Amerikanen zitten. In de Nasdaq of de Dow Jones bijvoorbeeld. Ook een mogelijkheid. Even die alarm weghalen. Zo. Dat alarm. Oké. Nou, wat ook een ander dingetje is, dat is namelijk het volgende. Als jij dus, ik had net gezegd, als je dus 100 euro per dag wilt verdienen, nou, dan zou je dus kunnen kijken naar een combinatie van DAX in de ochtend, year-to-date 1901 punten, blauwe lijn, dat is de Nasdaq, 1437 punten. En de Nasdaq is die oranje lijn bovenin. En de groene, dat is euro-dollar 720. Nou, als je dit dus op 1 zet, hè, 1 dollar of 1 euro per punt, dan heb je $720 verdiend. 1477 euro en 1901, 1900 euro. Dus dat is, 3300. En bijna 4000 is dat, hè?
Nou, 4000 euro, dat is niet verkeerd. Nou, als je dat maal 10 doet, of maal 2, dan kun je je eigen size ook bepalen natuurlijk. Dus je kunt zo groot en klein handelen wat je zelf wilt. Nou, dit is in ieder geval even een nutshell om te laten zien hoe jij dus ook kan handelen. Wat de mogelijkheden zijn. Nou, en stel dat je dat vorig jaar had gedaan, had je 10 CFD's kunnen doen. Met 1 CFD-contract 1 euro per punt. Dus 10 CFD's 10 euro per punt. 2514 DAX-punten. Zou dat geweest zijn 25.140 euro. Nou, dat is hartstikke mooi. Moet wel gedisciplineerd zijn natuurlijk om dat elke dag te doen. Leverage 21. En dan heb je ongeveer 8.000 nodig. Kapitaal. Nou, je kunt ook namelijk hogere marge nemen. Hè, dan heb je bijvoorbeeld 4.000 op 1 op 40. Voor mij heb je maximum leverage 1 op 30. Ga niet oversketchen wat dat betreft. En pas gewoon goed op. Je ziet ook dat... kijken of er vragen zijn. Theo zegt... kijk, als je handelt... Alhuis Nestec en Eurodollar ook tussen 9,5 en 11. Ja, ik denk het wel. Want hij pakt alleen de ochtendsessies. En dus dat is mooi. Ja, Theo zegt voor het combineren met de DAX. Ja. Ja, je kunt alles combineren. De Nasdaq en de Nasdaq en euro-dollar natuurlijk. Ja. Kijk, zijn er nog verzoeknummertjes qua markten? Wil je nog een bepaalde markt zien trouwens? Wat interessant is om te kijken. Ja, de Dow Jones ook. Omdat de Dow Jones heel mooi volatiel ook is. En dat is mooi. Minder contracten reageert heftig. Ja, de Dow is behoorlijk volatiel, dat klopt. Ja, dat is zeker zo. Ja, absoluut. Even kijken hoor. Zijn er verzoeknummertjes qua markten op dit moment? Je ziet dus dat een DAX een beetje aan het... Ja, cijfers en wegen, we hebben het ook aangegeven. Tot een uur of 10:30 is de beste trade. En DAX koop, ja. De dubbel draaien natuurlijk. Met een puntje erbij. Ja, dus deze. Heeft iemand een verzoeknummertje qua een markt? Ik zag in ieder geval een aantal aanmeldingen hebben voor informatie. Dus dan krijg je ook informatie over. Wil je een persoonlijke sessie met mij om het puntje op de i te zetten? Dan is dat mogelijk. Je krijgt ook de bonus sheet natuurlijk al erbij. Dus dat is mooi. Even kijken hoor. Nou, we hebben nu een dubbele positie, zie ik weer. Eentje plus. En we hebben dus op het randje een koopsignaal gekregen. Maar eigenlijk is het zo dat nu... Het is een beetje een zijwaarts patroon. Hè? Dus weerstand aan de bovenkant, onderzijde. Ja, het is een beetje gepriegel in de marge. Een beetje op zijn messies is dit natuurlijk. En dus dat moeten we... Alois weet ik wel hoe hij handelt. Hij pakt echt bij een doorbraak aan de bovenkant en aan de onderkant. Dat hij echt uit zijn trading range breekt. Vaak is het ook zo, dat is ook een algemene regel. Dus niet met betrekking tot het systeem. Maar normaal gesproken is het zo, als we even een lijntje pakken.
Een trendlijn. Als ik hier even een lijntje naak zo. Dan kun je, als je een doorwerk hebt aan de bovenkant, dat je een target kunt projecteren al aan de bovenkant. Nou, in dit geval zou dat hier zijn. Hier. Of bij een doorwerk aan de onderkant zou dat hier zijn. Ik zal even... Ja, je ziet ook, hè, dat de MACD, die is hier aan het, ja, aan het kwakkelen. Kijk, zie je, die is heel, de amplitude die is heel laag. Dat betekent dat de trendmatigheid in de markt heel laag is. En wat je eigenlijk wilt zien natuurlijk, is dat die wijder worden. Net als hier, die short. Dat was een mooie short geweest. En had je hier dus ook een 20 punten, 25, 26 punten, 28 punten, 30 punten kunnen pakken hier. En voor de rest is het een beetje een grommel in de marge, zoals je ziet. Maar wat ik heb aangegeven, is ook als je... Ja, winst staat te lopen. Kijk, het punt is, als jij, je hebt namelijk geen... hoe heet dat? De markt heb je niet in handen. Hè? Dat, kijk, je bent ook afhankelijk natuurlijk... We hebben een lunchwebinar. Het liefst doe ik om 3:30 of om 4:30. Want dan heb je nou veel meer reuring. En nu heb je gewoon een... Ja, een zijwaartse markt in een lunchtijd. We zouden moeten kijken, kunnen we een mooi trade verzinnen op, op Bitcoin of Ethereum. Maar goed, geduld is een schone zaak, SJ. Ben jij zelf ook aan het daytraden, SJ, of niet? Want dit is ook meer olie en zilver. Ja, olie en zilver. Zilver is een... rotmarkt, omdat het ook heel vaak met hort of stoten gaat. Het is niet echt een volatiele, niet echt een mooi liquide markt wat dat betreft. De DAX, de Dow Jones. Misschien kunnen we even die DAX en Dow Jones erbij pakken. Ik heb namelijk ook een template gemaakt. Waarbij ik dus en de Nasdaq. Even kijken hoor. Oké, er gebeurt wat, zie je? Nou, oké, dan moeten we dubbel draaien waarschijnlijk. Ja, voor mij gebeurt er wat. Ja, zie je? Er is iets los, want je gaat in één keer 15, 16 punten naar beneden. En meestal is dat een veeg teken. Maar zie je inderdaad ook gelijk een weerstandsdoorbraak, althans een test, en gelijk naar beneden geramd. Dow Jones... Oké. Dan gaan we deze pakken. Ik heb hier bijvoorbeeld een DAX, US30 en een Nasdaq. Ah, dan is er wat in Amerika aan de hand, hè? Hoe laat is het nou? Ja, ik zie het al. Ja, de Dow Jones. Ja, die reageert heel heftig. Zie je dat? US-Tech. Kijken wat daar gebeurt. Nou, je ziet ook dat de Nasdaq, ik denk dat de cijfers zijn geweest van een bepaald bedrijf. Want daar, dat is meestal in de ochtend inderdaad, in Amerika. Dit is US-Tech, die doet niet zoveel. Even kijken, US-30. Nou, je ziet hoe een rare markt het ook allemaal is, hè? Lunchwebinars. Je kunt beter gewoon altijd op de PowerPoint zitten, want je hebt heel vaak geen goede markten wat dat betreft. Maar goed, misschien dat we nu wel een uitzondering hebben natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, ik heb hier een aantal grafieken gemaakt. Dat betekent dus... dat we bovenin die blokjes hebben. Nou, als je deze gaat rangschikken. US30, 1 en 5 minuten links. In de midden US-Tech 1 en 5 aan de onderkant. En dan pakken we de M1 erboven.
DE40. De M5 kunnen we ook weghalen. Extra adviseurs, die moeten gewoon weghalen, denk ik. Verwijder. Ja, deze moet verwijderen. Ja, wat hebben we nog meer? Ja, de euro-dollar. Hoe staat de naam mee? De pond-dollar. Even kijken. Nou, deze euro-dollar hebben we gesloten met winst, hè? En nu zien we dus dat we een omkering hebben in het sentiment ook. Nu kunnen we bijvoorbeeld kijken, kunnen we een nieuwe setup vinden voor long? Nou, je hebt zo gezien. Je hebt gezien, dus na een lange daling, dat je nu dus een omslagpunt hebt, de MACD, die volgt natuurlijk de PMA. De PMA die gaat altijd als eerste. Je ziet, de PMA is of oranje of blauw. En de PMA blauw, zie je hier, die heeft een koopsignaal gegenereerd. Met een klein plusje van 3-4 punten, pips denk ik. Ja, en nu komt de markt af. Dat betekent dus dat momentum afneemt. De puntjes zijn erin gekomen. Oftewel, we moeten wachten totdat dus de PMA weer blauw wordt. Graag gedaan, AJ. Ik hoop dat je nuttig... Ja, alles is onzeker natuurlijk. Maar wil je meer weten, feel free om ook het formulier in te vullen natuurlijk. Dat is maar geen probleem. Nou, even kijken of we ook eens kunnen denken. DAX, US30... Afwachten en niks doen, ja. Ja, afwachten is niet altijd mijn sterkste punt. Ik wil meestal actie in de taxi hebben. Ja, dus dan ook... deze moet ook gewoon 0-0 weer. Ja, dan zie je er zo, en wat ik ook had aangegeven, die trading range is nog steeds intact, hè. Nou, kunnen we kijken, kunnen we iets doen bijvoorbeeld met de Bitcoin? Nou, dat is altijd wel... Actie in de taxi. En dat is hier. Slide. Bitcoin, BTC, USD. 5 minuten. Nou, hier had je een mooie rally, hè? Ook hier. Vanaf de bodem, zeg maar, ongeveer. Een long. 600 punten. En nu ook weer zit je ook 600 punten. Zit je gewoon goed. Nou, nu noteren we 21.600. Nou, dan kunnen we zeggen, weet je wat? We gaan een trade doen. Ja, deze wil ik wel pakken op zich. Even kijken wat de lot size hier is. Even kijken of we 0,1 kan pakken. Ik weet het niet zeker hoor. Dat lukt. Buy market. Nee, dat kan niet. Dat betekent dus dat ik posities moet halveren, denk ik. 0,05. 50 cent. Of dat lukt. Nee. Ja, dan denk ik dat dat 0,01 is. Ja, deze wel. Nou, hier zien we gelijk een min, hè. Dat klopt, omdat de spread... Die is 45 punten namelijk. Zie je dat? 45 punten. Nou, die moeten we natuurlijk eerst goed maken. Dus nou, ik vind het wel een opportune trade. Ik ga liever even 2 posities innemen. Deze. 2 posities en een buy stop. Maar je ziet ook dat R2, R1 is uitgenomen. Dat betekent dat we in principe al ruimte hebben tot R2.
En de resistance 2 ligt op 21.796. Zie je? Wat doet de 1 uur grafiek, zegt Theo? 1 uur grafiek Bitcoin. Dat is een goeie. Die heb ik op 1 uur basis. Even kijken. H1. Even kijken, dan moet ik iets uittrekken. Nou, die voor mij begint hij ook te draaien, inderdaad, van groen. Zie je? Omslagpuntje hier, groen. MSD groen, daar had je dus ook 1000 punten. Ja, 900 punten kunnen pakken, inderdaad. Ja, nog steeds groen, dus een goed teken. Dus we handelen in principe met de trend mee. Nou, we hebben ook een verkoopsignaal gehad natuurlijk eerst. En dat was rond 3000. Dat was 30.000, sorry, 30.000. En dan zie je hier ook voorbij komen. Nou, dan had je dus de hele tijd short gezeten. En nu zitten we dus een beetje te wachten. Dus als deze in de nul staat, dan hebben we sowieso 45 punten verdiend. En dan moeten we nog wachten totdat die doorzetten. Nou, SJ, ik hoop dat deze een mooie trade wordt. In principe zou je die aanval kunnen inzetten richting de top 21.412. Gaan meemaken. Even kijken, profielen. En kijken of we nog andere leuke dingen hebben hier. Nou, dat schiet het niet op, hè? Zie je dat? Ja, dus dat is ook weer een stelling. Alois heeft gelijk. Dat je namelijk... een voorbeeld geven als Bitcoin kan inderdaad. Kijk, dat is een mooie aan FX Flat ook. Daar kun je hiermee ook van start. Met een demo-account. Dan heb je niet onze grafieken natuurlijk. Even kijken hoor. Wat ik even moet doen is het volgende. Nou, wil je een demo-account hebben via FX Flat, dan kan dat natuurlijk. Dan is dat bij deze. Moet je werk. Ik wil even één ding laten zien. Dat is namelijk de volgende. Telegram. Ja, dan ga ik de Telegram laten zien. Telegram. Telegram. Share. Daar heb ik ook een groep. Dat is namelijk een channel. Dat is onze shout-out channel. 204 subscribers. Dus daar kun je gratis op aanmelden. En blijf je op de hoogte van onze ontwikkelingen namen. Dat is deze. Als iemand Telegram heeft. Dus graag meld je gerust even aan. En even kijken wat er dan gebeurt. Nou, hier plaatst Alois ook trades in de ochtend neer. En ook belangrijke informatie. En dus dat is ook mooi. Nou, ik zie ook de Bitcoin flatline nu min 25 punten. Dus dat betekent dus dat we nu een spread aan het inlopen zijn. En als we gaan kijken, dat is dus...
Nou, we hebben dus 0,2% aan kosten, zeg maar. Omdat de spread, zeg maar, 45 gedeeld door 1.000. 0,2% aan kosten, zeg maar, bij FX Flat. Dus dat is, ja, alleszins redelijk, vind ik. Zeker dat Bitcoin natuurlijk ook weer volatiel is. Nou, even kijken hoor. Dan gaan we hier kijken naar het volgende. Dat is... de stratenserver weer. Nou, je ziet ook onderin. Dan zie je ook, nou, als we dus gaan kijken naar die 4 uur grafiek. Als je, nou, je wil ook die PMA, hè, erin hebben. Kun je dat op die manier doen. Kun je namelijk, als je ons systeem hebt gekocht, namelijk, kun je namelijk de indicatoren in zetten. Want normaal gesproken krijg je kale grafiek, hè, bij MT4. En dan kun je ook de indicatoren inzetten. We hebben dus een proprietary moving average. En dat is deze. Invoegen. Indicatoren. Aanpassen. Dat is de aangepaste versie. En dan zetten we deze erin. En dan deze erin zitten. Het kopen verkoopsignalen. En dan gaan we even die gridlines weghalen. Oh. Eentje kan weg. Ja, en eentje kunnen we dan met gridlines 0 zeggen, oké. Okay. Slide. Oh, hij is weg, zie ik, oké. Okay. Ja, prima. Gaat deze weg. Nog een keer. Indicatoren. Gridline is 0. Nou, als het goed is, zien jullie ook de koop- en verkoopsignalen. Zie je? We hebben ook een hike in ASCII, heb ik aangezet hier. Dus wie vindt het op zich wel een interessant systeem om iets mee te doen? Al dan niet nu of in de toekomst. Ja, ik heb diverse brokers, zoals jij. Dat heeft te maken met IC. Kun je in het weekend handelen, dat kan bij FXFlat niet. FXFlat is een mooie broker, omdat we daar goede banden mee hebben. Dat is een Duitse broker, degelijk. En Purple Trading is gewoon een site broker van mij, waarbij ik ook een accountje heb. Ook wel prima, maar die zit op Cyprus. Nee, het is een Tsjechische broker, die ken ik goed, daar heb ik ook een presentatie voor gegeven. En kijk, het belangrijkste is dat je makkelijk geld kunt afhalen. Zo in FXFlat, dat is belangrijk, dat is mooi. Want de IC-market is best wel duur met het withdrawen, volgens mij. En FXFlat is gratis, volgens mij, met die opnames. Dus mijn voorkeur heeft toch FXFlat. Nou, je ziet dat er is dan de Bitcoin. Dan ben je in de doldrums hier. Nou, ik zal tot slot nog even een aantal slides laten, de revue laten passeren. Zoals iemand zegt, nou, ik vind het op zich wel interessant om iets mee te doen. Dan hoor ik graag natuurlijk. En iedereen die de formulier heeft ingevuld, krijgt straks van mij ook een bonus sheet van mij. En mocht je ook een personal coaching willen hebben met Zoom, dan kun je het aanvragen ook even aangeven, omdat je best bereikbaar bent. Dus... deze. Nou, je hebt ook toegang tot mijn systeem, tot de membership site natuurlijk. De Telegram groepen, nou, voor mij is dat de QR-code tot de channel. Die heb ik hier. En je krijgt natuurlijk ook mijn documenten. Naar dit bonus sheet, je krijgt ook voor ons cadeau. Als je je sowieso aanmeldt voor informatie. Nou, wat krijg je voor de 877 euro en een kwartje? Dat is dan het compleet pakket. Dus inclusief indicatoren, de proprietary moving average. Je krijgt de een knopjesysteem om te kopen, verkopen. En je krijgt onderin natuurlijk de indicatoren. Ja, en dan krijg je bij ons op een Windows-omgeving werkt het beste laptop of een virtual server, private server. En dan krijg je we helpen mee met installatie. Als je navraag hebt, kun je ook met ons contact opnemen. Die helpen je nog later mee. Eén keer per maand een vraaguurtje minimaal. Dat is in het Nederlands. In Engels ook, of Duits.
een andere keer. En toegang tot de Telegram groepen, exclusief toegang tot de membership zijn natuurlijk. En we helpen mee met het zoeken naar een goede broker. Nou, dit is dan ook een eenmalige one-off investment, 877 en een kwartje. Compleet geïnstalleerd turnkey trading support system. En geen extra kosten krijg je ervoor bij een volgende update. Als een update komt, nou, dan kun je daarmee gewoon van start. En dan hoef je niet extra bij te betalen. Dat is wel prettig namelijk. Dus geen extra audit zonder gas. Traden is moeilijk genoeg. En we maken het traden nog makkelijker voor jou. Nou, voordelen van het systeem natuurlijk is dat je niet de godganse dag achter de computer hoeft te zitten. Je kunt een aantal momenten pakken. Nou, ik handel niet meer dan een half uurtje, uurtje per dag. En het systeem is toepasbaar bij iedere markt. Geld verdienen in iedere volatiele markt. En het is complementair een long-only strategie. Als je alleen met een aandelenportefeuille of een crypto-portefeuille de markt gaat naar beneden, is wel lekker als je dit soort systeem ook hebt. Waarbij je ook in een zijwaartse markt geld kunt verdienen. Of dat je ook in een short-markt geld kunt verdienen. Dat je dan in neergaande markt geld kunt verdienen. Belangrijk is dat je geen overnight risico neemt. Hè? Garandeerde nachtrust. Je hebt ook rugdekking van ervaren traders. En je krijgt ook fora, Telegram groepen. En membership site krijg je natuurlijk. En dan heb je nog, zit je ook voor 25 uur, krijg je nog unlimited internet coaching. Het waarde van €750. Dus dat wil ik jullie nog tot slot naar de grafiek laten zien. Dus ja, wie vindt er op zich een interessant systeem om erbij te hebben? Al dan niet nu, dan wel in de toekomst natuurlijk. Hè? Nou, voor mij zie je nou ook mijn scherm meer. Hè? Dat is namelijk deze. Je ziet licht opwaartse druk in de Bitcoin. Nou, min 35, dus we hebben de spread zowat ingelopen. Gaat de goede kant op. Dus een paar handen lucht in. Voor degene die zegt, nou, ik vind het op zich een interessant, interessant systeem. White Arrow, absoluut. Mooi, interessant voor de toekomst. Absoluut, Liliane. Dus remember, als je dus long-only strategie hebt met aandelen of crypto, dan gaan kijken. Bessie zegt, interessant, absoluut. En hier kun je ook trouwens de Eurostox 50 op kijken. Ja, dat is namelijk ook een aanrader. Arno zegt aanrader. Ja, die werkt natuurlijk ook mee. Dus hartstikke mooi, dankjewel. Erik zegt nu nog niet mogelijk toekomst. Nou, je kunt sowieso altijd via dat formulier aanmelden, wat ik heb aangegeven, om de bonus sheet te ontvangen. En dat je dan ook van ons bonus sheet ontvangt. En kun je ook zelf aangeven wanneer en hoe laat dat we eventueel kunnen bereiken. Dus bij deze. Geen probleem, Claire. Tot in ieder geval volgende keer natuurlijk. Ik zie trouwens deze. Moet ik toch even kijken hoe dat dan precies zit. Vorm. Ik had hem net wel. Nee, ik zal deze ook even inzetten. Voor mij is dat deze. Die dan ook kunt pakken. Want dat is een lange link, zeg maar. Niet de korte. En dan zou ik in ieder geval zeggen. In ieder geval bedankt. Ik zag een aantal aanmeldingen voorbij komen. Dankjewel voor het interesse. Ik zal Stan de Peder een informatiesheet doorsturen. En White Arrow, dankjewel. Prettige middag. Tot de volgende keer. Ja, je weet in ieder geval te vinden. En tot de volgende keer natuurlijk. En heel veel succes natuurlijk. En tot de volgende keer. Dag. En bedankt natuurlijk ook Harm voor het hosten. Bedankt Menko voor het aanslingeren. En morgen volgens mij is dan Menko aan de beurt, denk ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. En ik spreek jullie volgende keer. En om 2:00 vrijdagmiddag ben ik aan de beurt met een speciaal webinar over crypto's. Dus stay tuned. Ciao.